Ieder jaar worden de Oranjefestiviteiten afgetrapt met de jaarlijkse lintjesregen. Op vrijdag 24 april reikte burgemeester Lisbeth Spies uit naam van zijn majesteit koning Willem-Alexander 19 koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Alphen aan de Rijn. Vooral verenigingen op het gebied van sport, natuur en milieu kunnen rekenen op veel vrijwilligers. Net als de kerk. En het is ook opvallend hoe trouw die vrijwilligers zijn. En hoeveel verschillende activiteiten zij voor de club of de kerk ontplooien. Een aantal van u is actief en zet zich in voor de gehandicapte medemens, ouderen of als mantelzorger. Weer anderen doen veel muzikaal vrijwilligerswerk. Alle gedecoreerden werden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Daar werden ze verrast doordat veel familieleden aanwezig waren. En langzamerhand viel het kwartje. Ze werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Nou, ik heb veel betekend in het kerkelijk leven van Zwammerdam. Hervormde gemeente van Zwammerdam. Die heb ik altijd mogen dienen in allerlei functies. In alle bescheidenheid. Maar ook leiding mogen geven aan diverse zaken. En dat heb ik altijd met veel vreugde en plezier gedaan. Een van de 19 gedecoreerden werd niet benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, maar werd geridderd voor al zijn verdiensten. Dat is de Hazenswoudse politicus Hans Demuth. Nou ja, de samenleving, dat woord zegt het al, dat ben je samen en daar wil je iets aan bijdragen. En de reden dat ik ooit de politiek in ben gegaan is dat ik zeg, ja, er zijn zoveel mensen die een mening hebben, maar het is te makkelijk om aan de zijlijn te staan. Dus doe gewoon mee, zet je in en je kunt veel meer bijdragen aan deze samenleving dan je denkt.